Green Office 2015 vind ik een prima initiatief. Het is een initiatief vanuit de private sector. Maar het sluit heel goed aan bij het frontbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van herstructurering binnen steden. Het opknappen van. Uh, Verloederde of braakliggende terreinen in de stad. Zorgen dat die stad weer levendiger wordt, doordat je daar inderdaad weer nieuwe ontwikkelingen doet plaatsvinden. Het sluit ook heel nauw aan bij het klimaat- en energiebeleid. Uh, duurzaam bouwen en wonen en uh, werken is natuurlijk een heel belangrijk thema daarbinnen. En energiezuinig uh, werken in gebouwen die daar uh, ook uh, op, op aangepast zijn. Dus kortom, een prima initiatief. De aanpak die Green Office 2015 kiest, is een integrale aanpak. En eh, dat is heel essentieel, want dit soort initiatieven krijg je alleen maar van de grond als je alle partijen in de keten die betrokken moet zijn ook inderdaad betrekt. En dan gaat het om de architecten, de uh, projectontwikkelaars, maar ook de mensen die verstand hebben van uh, de wijze waarop mensen in uh, 2015 willen wonen en werken. Dus de sociale kant van het verhaal. En ook natuurlijk, hoe zet je dat zo op dat het economisch een interessant project wordt? Vrom heeft uh, instrumenten om deze aanpak mede te ondersteunen. Denkt u allereerst aan subsidiemogelijkheden, maar ook uh, het uh, formuleren van de juiste randvoorwaarden waarbinnen dit soort projecten echt uh, tot wasdom kan komen. Uh, en dan kan het gaan om wettelijke maatregelen die gewijzigd moeten worden of juist ingevoerd moeten worden. En dat wil ik graag in samenspraak met private partijen uh, ook uh, bespreken en kijken hoe ik de randvoorwaarden zo kan zetten dat de mensen daar echt baat bij hebben. Ik zou graag het advies willen meegeven. Ga zo door. Uh, hou het ambitieniveau wat er nu is. Want dat is de manier waarop we werkelijk vernieuwende projecten niet alleen maar op papier, maar ook in de praktijk van de grond krijgen.